Hallo iedereen en welkom bij alweer de 40ste aflevering van Randy's Bierblog. Vandaag reviewen we weer een bier van de Berghoeve Brouwerij. Een tijdje geleden heb ik een Black IPA gereviewd, genaamd Donkerbruin Vermoeden. Die heb ik best hoog gegeven, ja, volgens mij had ik hem een 8 gegeven op mijn kanaal. Die aflevering is ook vanzelfsprekend terug te vinden. Die vond ik erg goed. Het bier kwam wel gelijk uit de flesje schuimen, stond iets te veel kracht achter. Ik heb contact gehad met de Berghoeve Brouwerij hierover. Die zei dat ze eraan gingen werken, dat het wel vaker voorkwam en dat ze ervan wisten. Maar daarbij raden ze me ook deze koppig aan met 4,5%, een gewone IPA. Die schijnt goed in de smaak te vallen over het algemeen, dus ik ben zeker benieuwd, de koppig. Ja, wat ik al zei, het bier komt met 4,5%, dus het is een vrij licht biertje. Ik hoop dat het een lekker doorslessend bier gaat worden. En hoe koud het gedronken moet worden, kan ik niet terugvinden op de fles. Maar het is een IPA, die liggen ze meestal rond de 8 graden, zeg maar. Dat is een prima temperatuur daarvoor, dus de 8 tot 10. Ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. We gaan hem openmaken. Ik hoop dat die dit keer niet overstroomt gelijk. We zullen het zien. Oké. Komt ook wel redelijk gelijk tot leven in de fles. Ik ga hem voorzichtig inschenken. Ik denk dat dat slim is om te doen dit keer. Oké, hij schuimt best heftig. Nou ja, het schuim verdwijnt wel weer redelijk snel. Op dit moment heb ik nog 3 vingers schuim. De kleur is donker. Ja, wat is het? Donker goudachtig. Donker geel, zeg maar. En de aroma's zijn als volgt. Oké. Het eerste wat in de neus naar boven komt is duidelijk grapefruitachtige hop. Ik weet niet wat voor hop hierin zit. Ik weet niet of het op het flesje staat. Nee, dat kan ik niet terugvinden op de fles. Maar het is in ieder geval een fruitige hopsoort. Een klein beetje zoetig aroma ook. Ik ben benieuwd. Proost. Smaak is ook licht zoetig, fruitzoetig. Een klein zuurtje zit erin, wat hem lekker doordrinkbaar maakt gelijk. En ja, toch wel een lekkere fruitige hopsmaak die het meest leunt tegen de grapefruit kant aan. Misschien een beetje ananas ook. Misschien een beetje citroen. Persoonlijk vind ik, denk ik, hun donkerbruin vermoeden net iets beter. Ik had het idee dat daar scherpere hop in zat. Deze IPA had voor mij ook persoonlijk nog iets scherper mogen zijn. Misschien nog iets meer hop in gebruikt mogen worden. Ik vind hem nou ook zeker heel aangenaam. Met 4,5% alcohol zal dit bijvoorbeeld ook een heerlijk bier kunnen zijn als straks het betere weer er weer aankomt, de warme dagen. Hij is zeker doorslessend, zeker. Hij valt niet zwaar in de maag. Alleen, had voor mij iets scherper mogen zijn in smaak. Er had best wel wat meer hop ingemogen of misschien afgewisseld met een ander soort hop misschien nog, dat het net iets meer karakter krijgt. Hun tevreden oordeel en hun donkerbruin vermoeden. Die hadden alle twee wel een uitgesproken karakter. Dit bier heeft dat wat minder, maar het is zeker wel aan te raden. Het is zeker niet verkeerd. Het drinkt lekker weg. Lekker fruitig. De smaken die eraan zitten zijn heerlijk. Wat ik al zei, in het zonnetje straks lijkt het me ook een fantastisch bier.
Maar ik heb eigenlijk alweer gezegd wat ik wou zeggen over dit bier. Dus ja, we gaan hem een eindcijfer geven. Ik geef dit bier een... een dikke 7,5. Waarom geen 8? Ja, toch omdat voor mij nog net iets pittiger had mogen zijn. Net iets scherper. Ja, daar hou ik persoonlijk meer van. Ook gewoon dat hun tevreden oordeel. Dat was volgens mij een orange IPA, dacht ik. Die vond ik, die was wel een stukje scherper. En hun donkerbruin vermoeden natuurlijk. Die waren alle twee toch uitgesprokener in smaak. Ik hoop jullie de volgende keer natuurlijk weer terug te zien. Bij weer een nieuwe review. Proost. En nog steeds op de gezondheid.